Mitchell Wijzenberg, ik speel in ADO onder 18. En we hebben het 5-2 gewonnen. 4-2. 5. Zou je kunnen beschrijven hoe de wedstrijd vandaag is gegaan? We hadden in het begin heel veel moeite. De opbouw die verliep aardig, alleen het hield voorin op. Er werd veel gelopen met de bal. Ze hielden de bal voorin niet vast. Waardoor we eigenlijk in de problemen kwamen, waardoor we veel moesten lopen. Veel achter de bal aanlopen. Waardoor we hun kansen gaven. Hoe vind je dat je zelf hebt gespeeld vandaag? Ik probeer het altijd wel gewoon neer te zetten. Omdat dat wordt gevraagd nu. En ik vind dat ik dat wel aardig heb gedaan. In het begin vond ik het beter spelen als aan het einde van de wedstrijd. Misschien wat vermoeidheid, misschien... boos door die twee tegendoelpunten, wat fouten waren. Ja, voor de rest... Wat heeft de trainer in de rust voor opdrachten meegegeven voor de tweede helft? Zoals hij eigenlijk ook eerste helft heeft meegegeven, alleen dat deden we toen niet. Snel, simpel en zuiver. Hoe sterk schat je je team in deze competitie? Ik denk dat we wel kampioen moeten worden. Ik denk dat dat... hoofdzaak is dat we ook de beker moeten winnen. Oké, welke punten kunnen jullie nog verbeteren als team zijnde? Het accepteren van elkaar als iemand wat zegt. En het, het gewoon luisteren. Elkaar op de plek zetten en gewoon doen wat voor je wordt gevraagd. Oké, dankjewel voor het interview. Heel veel succes verder. Ja.